Nederland speelde vandaag haar eerste WK-voetbalwedstrijd. Het beloofde een spannende wedstrijd tegen Denemarken te worden, al was iedereen ervan overtuigd dat Nederland zou winnen. De stadjes konden terecht in cafés, maar natuurlijk ook thuis voor de buis. Bij de leukste Oranjestraat van Groningen liep de hele straat uit om samen de voetbalwedstrijd te bekijken. We hebben onze televisie opgehaald en Ina is bezig geweest met haar man met het versieren vandaag. Ze hebben zelfs een echte tribune in elkaar gezet, dus hartstikke leuk. Nou, partytenten bijgehaald en alles om maar een beetje gezellig met elkaar te kunnen zitten. Ben jij nou zo'n voetbalfan? Nee. Maar het pept wel op en iedereen doet mee en daardoor wordt het extra leuk. Maar ook in het centrum was er groot feest. Hoe doet Nederland het? Slecht. Ja, vind ik wel. Maar ze gaan winnen hoor. Tweede helft komt het. Dat weet ik zeker. Ik heb gezegd 2-0. Dat komt wel hoor. Je denkt het wel? Meteen gaan we los. Johan met allen! Ja, 2-0 zo. Zometeen nog even twee keer scoren. Boom. Gaan. Hé, wat is er gebeurd? Ja, dat is het doelpunt. Het doelpunt van wie? Nederland natuurlijk. Ik heb voorspeld dat het gelijk spel zou worden. Maar wacht even, kijk dan. Je moet even afwachten om de goal te zien. Nederland gaat winnen. Nederland gaat winnen, ja. Sowieso. Uiteindelijk won Nederland met 2-0.